Een basisschool in Nijmegen heeft de ouders van hun leerlingen opgeroepen om zelf voor de klas te komen staan vanwege een tekort aan leraren. Wat vinden we hier eigenlijk van? Als je weet dat papa en mama achter de klas staan. Ja, dat is onzin. Ja. Of als je dan moet je gewoon je best doen, want dat zijn je ouders. Volgens een onderzoek van de gemeente vindt de Nijmegenaar de najaarskermis te duur worden. Er zijn voorstellen gedaan om meer bezoekers naar de kermis te trekken, zoals een dag waarop alles goedkoper is. Waarom ga je naartoe dan? Wat vind je daar leuk aan? Voor de dames. Voor de dames. Oh, kijk hoe gaan jongens. Welkom bij aflevering 53 van Wat zegt het volk? Here we go. Mijn dochter die kwam laatst thuis en die had een akkefietje op school. Een jongetje uit haar klas, Jordi. Jordi had tegen mijn dochter gezegd dat het hebben van twee moeders, dat onnatuurlijk is. Nou, toen ben ik uiteraard even naar school gegaan. Heb ik Jordi's moeder doodgereden op het schoolplein. Ben ik op Jordi afgestapt en heb ik gezegd, ja Jordi, als jij er nou twee had gehad, had je er nog eentje over? Ja. Ik vind wel dat je dat moet doen als goede moeder, ja. Nijmeegse basisscholen hebben vorige week een oproep gedaan aan ouders van de leerlingen om zelf voor de klas te komen te staan. De reden hiervoor is het lerarentekort, een probleem dat steeds groter lijkt te worden. Nu is het natuurlijk begrijpelijk dat er snel een oplossing voor dit probleem moet komen. Maar is het wel zo'n goed idee om ouders zelf voor de klas te zetten? Bij de basisscholen, vooral in Nijmegen, 30 basisscholen, is er een lerarentekort. Ja. En wat willen ze nou doen? Dan willen ze de ouders van de leerlingen inzetten voor de school. Dat is echt onzin. Ja, waarom dan? Omdat je toch niet ouders gaat vragen of ze hun eigen kinderen les willen geven. Nee, is wel een beetje raar, hè? Voor de kinderen, ja. Dat is niet zoals het hoort, denk ik. Nee. Was bij ons vroeger ook niet op school? Nee. Bij mij in ieder geval niet. Dan waren we niet naar school gegaan misschien. Nee. Bij de basisscholen. Nou, creatieve oplossing, maar eigenlijk wel jammer dat dat nodig is. Eigenlijk niet kunnen. Beetje bizar. Ja. Iedere willekeurig iemand zomaar voor de klas gaan staan. Ja, precies. Ja, als je leraar ziek zijn, dan krijgen de kinderen vrij. Maar wat moet je dan die leerlingen aanbieden? Moet je ze naar huis sturen? Of? Misschien thuisschool of zo? Nee, gewoon. De school moeten ze daar zelf toch gewoon leraren voor zorgen. Ik bedoel, ik zou mijn kinderen echt niet naar de school sturen hoor. Nee, als je weet dat papa en mama achter de klas staan. Ja, dat is echt onzin. Ja. Want dan moet je gewoon je best doen, want dat zijn je ouders. En nu willen ze de ouders van de leerlingen inzetten. Lijkt me geen goed idee. Beetje raar, hè? Ja, inderdaad. Ja. Er zijn toch genoeg jonge leerkrachten die graag aan het werk willen? Ja, maar er zijn er te weinig. Er zijn te weinig? Ja, er is een lerarentekort. Oké. En ze willen die leerlingen niet naar huis sturen, dus dan gaan ze vragen aan eventueel de ouders. Zijn die bevoegd om dat te doen? Niet allemaal. Nee, lijkt mij ook. Ik heb er een groot lerarentekort is. Ik ben zelf leraar. Oh, kijk. U had het nieuws wel gehoord, neem ik aan. Ja. Wat vindt u nu van het nieuws dat er dan ouders van leerlingen misschien worden ingezet? Is niet een beetje raar? Ja, dat is raar, maar wat moeten ze anders? Nou ja, nood breekt wet. Eigenlijk moet je het niet doen, maar op een gegeven moment als het niet anders kan, dan moet je iets. En om die kinderen dan thuis te laten zitten. Dus dat is niet, nee. Maar ja, een alternatief? Ja, laten ze wat promoten om een leraar te worden. Ik denk dat dat een heel goed idee is. Of heeft u een oplossing voor dat probleem? Moet geld naar het onderwijs. En dan kunnen er meer leraren ingezet worden. Ja. Maar ik denk wel dat er best wel talenten zullen zitten onder ouders. En als ze vrij zijn en de klas van hun kind is leraarloos op die dag. Misschien kunnen ze eigenlijk best nog wel wat bijbrengen van burgerschap en dat soort zaken. U staat er wel achter. Ja, ik zal het niet propageren. Maar ze moeten wel wat. Die basisschooldirecties. Waarom zou er een lerarentekort zijn, denkt u? Omdat het beroep leraar totaal niet aantrekkelijk is gemaakt. Er wordt heel erg gekletst over het feit dat wij slecht verdienen. Volgens mij
valt dat nog wel enigszins mee. Er zijn echt beroepen waar slecht in verdiend wordt en die mensen moeten keihard werken. Maar we moeten wel heel veel en er komt heel veel op ons af wat wij voor datzelfde geld moeten doen. Dus ik denk dat het heel onaantrekkelijk is voor jongeren om dat leraarsvak te kiezen. Maar mijn zoon die is gestopt met de leraaropleiding omdat de jeugd van tegenwoordig is zo verbaal mondig dat het is haast niet te doen. Dus... Misschien een van de redenen door de lerarentekort? Ik denk het ook wel. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat kinderen, dat hoor je, hè, dat kinderen vaak veel mondiger zijn, veel brutaler. Zou dat het niet zijn? Ja, dat kan. Ze veel meer grote mond krijgen en zo. Je doet grens opzoeken als je zeg maar een nieuw leraar en zo hebt. Ja. Ja, dan ga je grens opzoeken. Invaller hebt. Vroeger, als je invaller had. Hebben jullie dat wel eens? Ja. Ik heb het gehad, maar ik doe niet meer. Op basisschool. Ja. Basisschool altijd, ja. Bij ons, wij komen uit Friesland en daar zijn dus veel vrouwelijke leerkrachten. Daar zitten ze ook echt springen op mannelijke leerkrachten. Okay. En dat heeft inderdaad met de mondigheid te maken en het respect voor, ja. Hebben ze meer respect voor de vrouwen en... Oh, mannen. Oké. Okay. Mannen. Maar stel nou, je zit op die basisschool, hè, en er is geen leraar, dan? Dan, de directeur moet gewoon worden geïnformeerd. En dan moeten ze wel een betere oplossing vinden dan ouders voor de klas laten staan. Ja. Ja. Iemand naar huis sturen, dat is ook niks, toch? Ja, dat is... Ja, hoe chill het is ook voor kinderen. Voor 1 of 2 dagen, ik snap dat wel, is dat leuk, maar niet altijd toch? Ja, uiteindelijk leer je niks, hè? Ja, uiteindelijk moet je wel, je gaat naar school voor een reden en dat is om nieuwe dingen te leren. En ik denk dat leraren daar het beste geschikt voor zijn. Ja. Dus dat 25 jaar voor de klas, is het anders dan 25 jaar geleden? Ja, qua aanpak bijvoorbeeld. Ik geef Nederlands. 25 jaar geleden stond ik hele verhandelingen over literatuurgeschiedenis bijvoorbeeld te vertellen aan de klas. Dat is bijna niet meer. We zijn veel meer begeleider, veel meer de leerlingen zelfstandigheid aan het bieden. Dus dat is anders. Ik denk dat de leerlingen redelijk hetzelfde zijn gebleven. Niet veel brutaler, veel mondiger. Nee. Valt wel mee. Valt wel mee. Toen, 25 jaar... Het ook aan hoe je als leraar misschien zelf erin staat. Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat ik zelf wel brutaal en mondig ben. Dus ik laat niet over me heen lopen. Maar ik denk dat het 25 jaar geleden en 50 jaar geleden ook is geweest dat de leerlingen brutaal waren en in opstand kwamen. Dus ja, well, misschien zijn de leerlingen... Hier in Nederland en in de streek waar ik werk, dus in de Betuwe. Beetje verwend en gewend aan een heleboel faciliteiten die ze hebben. Maar heb jij op school nooit dat je komt dat de leraren uitvallen? Ik heb heel veel uitval gehad in de derde. Ja, maar dat is eigenlijk heel slecht hoor. Ja, want ik heb geen wiskunde gehad. Krijg je geen invaldocenten? Nee, op de middelbare krijg je dat niet meer. Okay. Als een leraar ziek is, dan heb je uitval. Dat is goed geregeld. Ja. Maar ja, dan heb je dan liever uitval als dat er een ouder staat voor de klas. Ja, dat is sowieso. Waar je niks aan hebt. Voor je vader voor de klas. Ja. Dat zou erg zijn. Wat zegt het volk zie je elke zondag en donderdagavond op N1. Maar de reportages kun je natuurlijk de hele week terugkijken via Facebook. Ga snel naar Bezoek Nijmegen en like die pagina. Straks zie je de hoogtepunten uit het lokale nieuws in ons weekoverzicht. Maar eerst gaan we naar de kermis. Steeds meer Nijmegenaren vinden die najaarskermis namelijk te duur worden. Dat blijkt uit een peiling die de gemeente heeft gehouden onder het stadspanel. Die onderzoekt deze trend omdat de kermisinkomsten voor de gemeente teruglopen. In het onderzoek wordt ook een aantal ideeën om met tijd te keren getoetst aan het panel. Het stadspanel geeft het prijsniveau een 4,9 uit 10. Een voorgestelde optie om mensen toch naar de kermis te trekken is een zogenoemde piekendag. Een dag waarop de prijzen lager zijn. Die suggestie scoort goed onder het panel. Het koppelen van een najaarskermis aan een oktoberfeest scoort ook goed. Maar genoeg over het stadspanel. Wat vindt een Nijmegenaar op straat nu eigenlijk van de najaarskermis? Hey, gaan jullie wel eens naar de kermis? Nee, niet zo vaak. Nee, ik ook niet. Ik af en toe. Hier in Nijmegen? Ja. Nee, niet echt. Gaat u wel eens naar de kermis? Af en toe. Ja? Ja. Jij ook? Gaat natuurlijk mee, hè? Ja. Nee, het is niet echt mijn ding. Hi, dames. Zo, dat is een heel duidelijke nee. Oh my god. Oh my god. Are you guys ever gonna go to a carnival? I have never been to one before. Why not? I just not close to where I'm from, you know? It's a long drive if I were to go, and they're just not that appealing. So. Where are you from? I'm from Colorado in the United States. And there's no carnival in Colorado? No, I think there have been a few, but I just didn't decide to go. It's not an annual thing? No, it's not. Jullie gaan dan niet? Waarom ga je niet? Omdat ik betere dingen te doen heb.
ben niet zo'n kermistypje. Nee, dus ja, toen we klein waren, een draaimolen, maar verder, nee. Ga je wel eens naar de kermis? Ja toch. Hoezo? Ja, toch, zeker. Nou, ik vroeg me af, waarom ga je naartoe dan? Wat vind je daar leuk aan? Voor de dames. Voor de dames? Oh, kijk hem gaan, jongens. Gaan jullie wel eens naar de kermis? Ja. Eigenlijk wel. Ja. Deze kermis in Nijmegen ook echt? Ja, eigenlijk altijd wel. Meestal met de hele klas. Oh, gezellig. Ja. En wat vinden jullie dan het leukste daar? Ik denk de booster. Ja. Dat we die wel leuk vinden. Ja, daar gaan we altijd met z'n allen in. En wat vind je het leukste aan deze kermis hier? Misschien kan zij dan ook een keer gaan. Eten. Zegt ze ook met de mond vol, hè? Lekker. Ja. Ik ben niet zo kermisganger. Wat is het dan wat u zegt van dit vind ik niks? Welk stukje? Zijn het attracties, de mensen, muziek? De muziek, de drukte? Ja, ik vind het gewoon echt een enorme herrie. En ik vind de sfeer gewoon kut. Dus ja. Dat is een beetje zo voor een oude man om te zeggen. Die herrie, ja, mijn rug heb ik ook allemaal last van. Ja, nee, het is meer gewoon van, dan loop je op zo'n kermis en dan zie je die mensen al, ja, je kijkt naar de mensen die in die hokjes zitten en die zitten er, dan krijg ik meteen het idee van, ja, die hebben er helemaal geen zin in. Dus dan denk ik van, ja, waarom zou ik er naartoe gaan? Is het ook iets wat u zelf heel erg leuk vindt? Voor de kinderen, niet zelf niet. Het kost altijd best wel veel geld, want ja, het kost meestal net zoveel geld als dat je een dagje naar een pretpark of zo gaat. Zou je er wel naartoe gaan als het wat goedkoper was? Ja, want attracties zijn op zich wel leuk. Dingen als de booster en zo. Maar dat betaalt gelijk €5 voor 2 minuten. En dat vind ik een beetje te duur. Ja. Zou je vaker gaan als het goedkoper was? Piekendag bijvoorbeeld? Ja, denk ik wel. Is er iets waardoor je wel in de attracties zou gaan? Kunnen ze iets doen? Ja, het goedkoper maken. Ja. Er is nu een suggestie geopperd dat ze misschien een soort van piekendag doen waarop attracties dan wat goedkoper zijn. Dat is dus voor jou een oplossing? Ja, dat is op zich wel leuk. Zou u vaker gaan als er misschien zoiets als een piekendag was, waardoor het goedkoper is op een bepaalde dag? Nee, dat vind ik niet. Die mensen moeten ook werken voor hun geld. En ik vind gewoon, als de kinderen het leuk vinden, dan moet je gewoon gaan. Wat zou de kermis kunnen doen dat je nog vaker gaat? Meer eten. En meer attracties. Ik vind het echt tof. Meer eten. Er is ook een idee om een kermis nu te gaan koppelen aan zoiets, een evenement. Bijvoorbeeld zoals Oktoberfest. Zou je dan wel gaan? Ja, ook eigenlijk niet. Zou ik gewoon naar het feest gaan, niet naar de kermis. Zo met de zomerfeest of zo, dan staan er ook van die attracties, dan vind ik het wel leuker. Maar ja, misschien dan toch met een festival erbij, zoiets. Een Oktoberfest eraan koppelen, dat het samen is? Ja, lijkt mij wel leuk. Dan is het ook gezelliger met je vrienden, denk ik, zo'n drankje doen. En als het samen is, is het wel leuker, denk ik. Een festival dat je echt denkt, nou, het gaat niet alleen maar om het kermis, maar ook om het evenement eromheen. Dat lijkt me een goed idee. Ja, dan heb je nog andere dingen die mogelijk interessant zijn. Ja. Meer attracties zou op zich wel chill zijn. Iets groter misschien. Meestal zijn ze heel klein. Een oliebol wil ik nog wel eten of suikerspin, maar, niet, maar geen attracties. Die zijn ook lekker altijd. Hè? Ja, toch? Ja. Ja. Ook leukere attracties dan, want het zijn een beetje saai. Maar ik denk dat ze ieder jaar iets nieuws moeten brengen. Dus niet elk jaar hetzelfde, want dan heb ik een beetje het gevoel als ik dan een keer ga, dan denk ik van dus eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. Licht eraan wat er komt. Je hebt hier één jaar dan bijvoorbeeld dat er de vrije val staat of zo, dat is dan wel heel leuk. Omdat dan. Dus eigenlijk meer en wildere attracties, of niet? Ja, eigenlijk wel. Dat is wel het leukste. Well, if you're here in September, the carnival is here. Oh, oké. Okay. Perfect. Thanks. So come back. Yeah, we'll do. Alrighty, have a good day. Thanks. Bezoek Nijmegen is de Facebookpagina van N1 voor alle evenementen, uitgaanstips en leuke weetjes over regio Nijmegen. Like de pagina en blijf voortaan ook direct op de hoogte van onze tv-programma's Wat zegt het volk, N-events en Nimmer Noise. We go!